Dit is L1 Cultuur. Bestaat het ideale individu? Die vraag is al jarenlang het centrale thema voor de Limburgse kunstenaarstweeling Lisbeth en Angelique Raven. Onlangs hadden ze een grote overzichtsentoonstelling in Luxemburg. En wij gingen kijken bij de opbouw. Nou, we hebben eigenlijk een idol individual van onszelf gemaakt, voor mij dan in ieder geval. En we hebben mij eigenlijk ook een beenverlenging gegeven en een armverlenging, om eigenlijk een ideaal individu van mij te maken. Ik ben daar 1,83. Dit is eigenlijk het beeld wat je van modellen krijgt. En dat is ook wel een beetje waar jullie je toch ook tegen verzetten. Ja, wij willen gewoon niet dat je een ideaal beeld navolgt. Ja. Je moet jezelf als ideaal bestempelen. Ja. Daarom is de titel van de show, Idol Individuals, is ook ironisch bedoeld. Mm-hmm. En de meisjes die in onze films voorkomen zijn helemaal geen ideale individu, want ze zijn juist afwijkend. En juist die afwijking is juist mooi. Juist het anders zijn, het apart zijn, dat zou je eigenlijk moeten benadrukken. Juist in plaats van eigenlijk iets navolgen wat je niet bent, maar gelijk zijn dan iedereen. Want dat is eigenlijk, dan ben je niemand. In 2003, waar Angelique nog haar originele lengte had. Ik heb in 2003 heb ik rugverzakking. Rugverzakking gehad. En dat is eigenlijk ten gevolge van te dun zijn, maar ook niet menstrueren voor heel lange tijd. Ik was 1,68 meter. En die is gewoon zeker 8 centimeter, zeker 8, 9 centimeter ingezakt in je rug. Hier zie je er wel extreem mager ook, hè? Ja, het is wel op het dunste moment eigenlijk. En hoeveel wegen jullie hier? Ik denk dat het natuurlijk iets van 28 kilo misschien, hè? En hoe is het nu? Nou, nu hebben we gewoon allebei eten we heel normaal. Dus we hebben wel het geluk dat wij heel veel kunnen eten zonder aan te komen. Mensen staan er altijd versteld van. Maar dan denken ze weer dat je bulimie hebt. Omdat ze denken van, die zal dan wel overgeven als ze zoveel kan eten. Wat zeg je? Ja, ik heb hem vast in de nek. Maar het is schade al, hoor. Kijk, hier zie je dat hij die rugverzakking heeft. Ze hebben die paspoort eigenlijk gewoon doorgeknipt. En dus doorgezaagd en een stuk eruit gehaald. Eigenlijk dezelfde verzakking die Angelique heeft gehad. Ook als een paspoort al sowieso alles langer is gemaakt. Hè? De romp is langer, de benen zijn langer. De dingen die wat in ons lichaam zitten, die hebben we er ook in gedaan. Vooral omdat in deze maatschappij individualisme gewoon heel erg belangrijk is geworden. En dat is ook wat ons heel erg stoort, dat individualisme. Ja. Dat iedereen alleen maar zich zorgen maakt over zichzelf. Ja. Ik krijg natuurlijk een heleboel reacties van familie en zo. Waarom ga je niet gewoon tekenen, gewoon een mooi plaatje aan de muur, je kunt het zo goed. En waarom doe je dat niet gewoon? Maar dat voelt dan verkeerd. Wij maken bij een werk altijd zo dat we in het begin zoiets hebben dat we er eigenlijk een beetje voor schamen. Ja. En dan, na een tijdje gaat het dan. Maar dat is wel een goed gevoel. Dat moet wel gebeuren. Als je je niet voor schaamt in het begin, dan is het niet goed of zo. Ja. Het
was het een hele slechte zomer en het was heel koud. En één dag was er maar zon en we hadden die onderwatercamera geregeld en alles en het was heel duur. En in één shot is dit bijna opgenomen. Want dat was vrij vermoeiend. De cameraman die dacht, kon niet staan die en zo. De cameraman dacht echt dat ik verdronken was. Die dacht dat ik dit kun je niet doen. Hij wilde me komen redden, want hij zat dus eigenlijk zo in dubio. Daarom ziet het er ook zo echt uit, omdat het gewoon echt is eigenlijk. Wat is normaal, hè? En we hebben er ook doelbewust voor gekozen, ja. Want we waren moe om de hele tijd iets anders ons over te laten komen dan dat we waren. Dat ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Het is veel makkelijker als je dat kunt zijn. En toen zijn we het ook in het extreme gaan uitvoeren gewoon. Zo van, ja, daar gaan we er bijna mee provoceren. Ja. Ja, emotioneel vind ik het heel lastig. Ik mis haar heel erg. Dus, Ja, ik heb dat natuurlijk minder omdat ik het gewoon heel... Ik hield het niet meer uit, ik voelde me gevangen. Dus ik heb zo'n gevoel van vrijheid. Dus ik mis in die zin Angelique minder, maar ik hou heel veel van haar. En ik vind het ook heel fijn om nu samen met haar te zijn. En dat geeft heel veel energie weer. Dan voel ik weer dat we... Waarom we zijn samen gaan werken, dat we zoveel kracht samen hebben om iets te bedenken.